Hallo, ik ben Charlien. Hey, ik ben Tom. En samen zijn wij Archie X. You and I, we are the same. Dingen die dat we maken zijn, er zitten eigenlijk bij wijze van spreken in elk nummer 10 verschillende stijlen. Overkoepelend is natuurlijk wel pop, maar ja. Het is eclectisch. Het is vooral heel leuk om te proberen alles samen te proppen. Om alles in een soort van popjasje te steken, maar proberen om toch een beetje out of the box te denken. Ik deed mee aan The Voice 2 jaar geleden. En na mijn laatste keer optreden, hoorde ik hem roepen: hey, als je eruit ligt, hey, dan gaan we een keer samen afspreken. Of iets in die naart. Ik wil in een groepje spelen, moet je zeggen. Ja, dat wil ik wel in een groepje spelen. Wat dat direct duidelijk was, is dat zij een soort ongedwongen eerlijkheid heeft. Ze zingt zacht en daardoor zit ze zo echt in uw oor of zo. En dat gecombineerd met het feit dat ze een eerlijkheid heeft die ik zelden al bij iemand anders heb gehoord. Is dat je zo, je kunt niet anders dan luisteren naar de tekst bij jou. You and I got shit to say, but things don't really go our way. We got promises we made, but somehow we managed to fuck up. Ik ben wat meer ervaren als jij, ja. Als producer misschien. Maar vrij snel was eigenlijk al wel duidelijk, en dat ik bij haar eerste demo zag dat zij ook een hele goede producer is. Dus we zijn de songs die we daarna zijn beginnen maken, had ik op een gegeven moment een soort productie al gemaakt. Dus ik stuur die productie naar haar. En zij stuurt mij een volledige productie terug, maar echt goed ook. En ik had zoiets van, oké, wacht, dan kunnen we dat misschien eruit halen, naar mijn studio erin. Daar is hij natuurlijk supergoed in. Als wij in de studio zitten, zit hij achter de computer en ben ik daar zo. Ja, maar ondertussen ben jij een redelijke skilled producer aan het worden, vind ik. Thanks, maatje. You and I, we are the same. Liquor going to my brain. All this time we can't explain. Jij kwam af met een basrifje en ja. Toen begonnen we na te denken, oké, over wat gaan we deze doen? Ja, en dan kwam er eigenlijk vrij snel het idee van oké, we moeten het schrijven over iemand die zo veel aandacht opeist, ja. Maar die basically dat compenseert omdat hem zich eenzaam voelt ofzo. Ja. Het gaat dus over een loudboy, dus we wilden natuurlijk een loudboy in de clip hebben. En dan kwam jij, denk ik, of een van die gasten, denk ik, af met het idee, maar kunde jij dat niet spelen? En ik had zoiets van, ik geloof dat niet, ik denk niet dat dat gaat lukken. Hij was niet echt mee. Nee, ik was niet mee. Dan hebben we 1 keer getest, gewoon qua uiterlijk, ze van oké, we gaan hier een baard op plakken en zo. En dat viel wel mee. Ja, dat viel wel mee, dat was ongelooflijk. Ik zag die foto en ik zoiets van, wat? Zeg jij dat? Ja, dan had ik natuurlijk nog schrik van, oké, gaat hij dat kunnen wegspelen, zeg maar, gaat hij dat kunnen doen? En het was niet zo van, oh, ze komt er wel mee weg, ze had dat echt geneeld, vond ik. Ik vond dat echt straf, die dag van de clip, dat ik zoiets van, oké, wacht, dat kan ze ook nog. Forget the world outside. No, you don't have to hide. We hebben net die akoestische versie van Loudboy uitgebracht, daar zijn we trots op. Het volgende wat we gaan doen is met ons bandje in de studio zitten. Ja, we hebben al wat liedjes klaar liggen. Hè. Ja. Just a matter of time.